quoi ce bordel? Tempus Caduto. Into the Night voor ons is een survival verhaal. Het is gewoon een groep mensen zit op een vliegtuig en hun enige manier om te overleven is gewoon de nacht in te vliegen. Want de zon doodt mensen waar dat op komt. Dat gegeven, we were hooked from the start. Dat vonden wij gewoon heel, heel cool. Er zit een idee aan Into the Night dat wij gewoon ook heel, heel chic vinden, is dat het idee dat als al uw regels, alle conventies, heel de context wegvalt, wat is er dan nog goed en slecht? En wat moet er volgen? En als je in een vliegtuig zit, is de persoon naast u de persoon dat je moet gaan vertrouwen. En jij moet kiezen, vertrouw ik die of vertrouw ik die niet? Je bent aan het vous sauver la vie. Si on décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer. Dat is zeker even als je een project in je mailbox krijgt en je ziet dat erop staat Netflix Original, dan slikt je wel een keer. Maar vooral in de zin van, stel, we gaan ons engageren ervoor. Ja, it better be good, hè. Want je wilt geen mal figuur slaan. Je krijgt zeker zomaar één keer de kans om het zeker niet te verkloten. Dus daarom wouden wij wel zeker zijn van, gaan we het wel op onze manier kunnen doen. Putain, dites-nous ce qui se passe, là. Les gens qu'on a laissés à Bruxelles, ils sont dans le danger. Gardez votre calme. Je promets qu'on va trouver une solution. Il faut juste qu'on garde toujours le cap vers l'ouest. Monsieur, venez pour moi. In het begin waren we wel bang van hoe gaat dat zijn met Netflix samenwerken. Gaan die execs over onze schouder mee staan hijgen? Maar dat viel heel goed mee. We hebben veel vrijheid gekregen. Je werkt voor een... dat komt in 190 landen komt naar buiten. Hè. 180 miljoen subscribers. Dat geeft wel een stress. Het is eigenlijk vooral nu dat die stress voelbaar is. Want tijdens dat maken zijn je geconcentreerd op dat verhaal, op die karakters, op wat je moet doen. Het is nu dat dat besef komt van fuck. Combien de temps ça va durer, tu crois encore? On calcule mal le carburant, on est mort. On perd un moteur, on est mort. Het is heel praktisch. Probeert je eigenlijk je nachtscènes in het vliegtuig overdag te filmen? Dat kan, want dat is in een studio en je hebt daar controle over. Op het moment dat je naar buiten gaat, ja, is de natuur daar en die kunnen niet controleren. Dus dan moesten we 's nachts filmen. Dat is heel zwaar, vooral voor acteurs, omdat je ook aan hen ziet dat de performance moeilijker wordt. Nu, in ons geval, het feit dat ze moe waren of uitgeput, kwam ons gewoon heel goed uit. Dus het menselijk aspect tegen wat dat je ziet, het is natuurlijk heel moeilijk en heel zwaar, die nachtshoot. Maar het draagt wel, van zoveel alleen maar nachten te zien, het draagt wel blij aan de claustrofobie, hè. Dat is duidelijk. Hè. Het zou er anders, mocht het Into the Day geweest zijn, had het er wel anders uitgezien. Ja. J'en ai assez d'entendre. Je n'ai même pas encore commencé. Il faut qu'on se fasse confiance. Tout mensonge, ok? Vele van ons binge-watch-series, daarom is het nu zo, het eindigt om te beginnen altijd met een kloof van een cliffhanger. En de afleveringen lopen ook heel schoon door. De afleveringen zelf zijn ook niet super lang. Die zijn tussen de 35 en 40 minuten. Dus je kunt eigenlijk vlotjes doorgaan. Ik zou het bingen. En voor de mensen die op tijd in hun bed willen, zou ik er 3 bingen, gaan slapen en de volgende avond nog 3. En voor degenen die door kunnen, zou ik gewoon alles in één keer zien. Ik vind dat altijd veel toffer. Maar ja, ieder doet wat hij wil natuurlijk. Maar ik vind wel dat het kan, ja. Het is wel iets om te bingen. Où est-ce qu'on va? Into the Night.